Hebben we naar aanleiding van de situatie in Suriname, hebben we besloten om te kijken wat wij deskundigen kunnen doen. We horen onze deskundigen niet. We horen ze niet. Je hoort de enkeling. En die enkelingen zijn natuurlijk geen Don Quixotes. Die kunnen het niet alleen doen. En er is iets fundamenteels aan de hand met Suriname dan alleen maar de regering van wie je niet houdt. Niets in Suriname op dit moment is goed. Alles is in een crisis. Drie mensen zijn bij elkaar gekomen. Ik ga de namen noemen. Ik, Matroos en Jennifer. En we zaten te appen met elkaar en toen vonden we, we moeten verder gaan. Toen hebben we voor de kopgroep hebben we twee anderen gevraagd, benaderd. Milton Kastelen en Colvin Overdiep. En dat was de kopgroep. En toen hebben we onze structuur gemaakt wat we straks gaan doen. Ik wil aan de journalisten meegeven dat op elke stoel een handout is dat voor u bestemd is. Zodat u het makkelijker kunt verslaan. Aanleiding heb ik net aangegeven. We zijn al bijna 50 jaar onafhankelijk. Nog steeds zijn we in die broek op een natie. Het land is vreselijk gepolariseerd en verdeeld. We weten niet eens of we een natie zijn of niet. Althans, I am confused. Alles is gepolitiseerd. Alles is gepolitiseerd naar etniciteit. We zitten in een groot gevaar. We hebben ook nog iets dat ons verstikt. De kwestie Bouterse. Dat land wordt al 40 jaar verdeeld in pro-Bouterse en anti-Bouterse. Wij moeten ermee ophouden. Bouters is bezig met zijn proces. Hij krijgt wel wat het recht vindt dat hij moet krijgen. Laat dat gewoon gezegd zijn. Laat dat gewoon gezegd zijn. Wie zijn wij om het land bewust 40 jaar lang, 43 jaar lang in een verstikking te houden? Wat Oswari verdeelt en dit is het resultaat van de verdeling. En dit is het resultaat wat we vandaag hebben. We hebben nauwelijks debatten meer met elkaar, want het is pro- of anti-Bouterse. Die hele academische ontwikkeling en de academische inzet is verdwenen. Bewustzijn, wat willen we doen? We willen meer bewustzijn creëren voor verantwoordelijkheid voor dit land, gebaseerd op onze liefde voor dit land. We willen neutrale maatschappelijke debatten organiseren over politiek leiderschap. Sorry. Maatschappijvisie, ontwikkelingsvisie. Met een maatschappijvisie en een ontwikkelingsvisie. We willen owner zijn. We moeten politici scherper. We zijn owner van dit land. Het land is niet van politieke partijen. Geef dit land niet over. We zijn nog niet allen dood. Laten we dat onthouden. Wij, en met wij bedoel ik het volk van Suriname in het bijzonder. De deskundigen, de intellectuelen, die eigenlijk de ruggengraat van elke natie is, is dat denkerscollectief. Die moet geactiveerd worden. En met ontwikkeling, we moeten weten dat we niet geïsoleerd leven in Suriname. Niet in deze verkoppen natie zijn, maar in de wereld. In de wereld. Men moet beseffen, elke Surinamer moet beseffen hoeveel is er, allerlei dingen zijn er. Ga je oriënteren in die wereld. Verbreed je scope, dan komen we uit het Bananenrepubliek denken. Nee. Passie. Wat willen we doen? Op een bepaalde manier. We willen een nieuwe ontwikkeling bereiken. We moeten een multidisciplinaire benadering hebben. En een multidimensionale benadering. We moeten anders dan voorheen, er moet een mindshift komen. Moeten we deze drie pijlers, je ziet het ook in onze logo, die drie zuilen daarvoor, met de grootste ministerie en twee andere daarnaast, onze hele visie, ons heel denken, ons heel strategisch denken, is gebaseerd op een ontwikkelingsvisie, een maatschappijvisie, een leiderschapsvisie. Ontwikkeling heeft te maken met
welvaart en welzijn. Hoe gaat het gebeuren? Hoe zal dat gedragen worden? Op welk fundament zal deze ontwikkeling plaatsvinden? Dat zijn allemaal dingen die wij allemaal met elkaar moeten gaan ontwikkelen. Niet die 5 mensen of de mensen van de Coalition of Persons, van Willing Persons. Wij allemaal. Passie voor Suriname staat daarom open voor iedereen, ongeacht politieke kleur. Alleen laat me dat direct zeggen, we zijn principieel niet van plan om politieke partij te worden. Zij die politieke aspiraties hebben, en veel hebben geleerd bij ons, mogen gerust naar een politieke partij gaan. En voor mij wat veroorzaken ze daar een revolutie. Eisen dat voorzitter weggaat, want hij heeft geen visie. De voorzitter is corrupt. Als we dat bereiken, hebben we al een deel van ons doel bereikt. Het gaat om die mindshift, het gaat om die verandering. Laten we daarmee rekening houden dat wij het moeten doen. Niet 5 mensen of een mondige, ik met maar wat kan en een mondige padding silo. Nee, wij. Wij kunnen de aanzet geven. Wij kunnen het begeleiden. Maar jullie gaan het doen, het volk moet het doen. Leiderschapsvisie. Leiderschapsvisie moet ook gebaseerd zijn op een maatschappijvisie. Met behulp van culturele, historische heritage en vernieuwing. Waarom is dit erbij gekomen? Kijk naar de huidige leiders die we hebben in de regering. Die ene denkt alleen maar aan Marons, die andere denkt alleen maar aan hun bestaan. Dat is niet het juiste leiderschap voor een multi-etnisch land als Suriname. We hebben allerlei volkeren in dit land. Niet alleen Hunistanen en Marons. We hebben ook nog een stel Douglas. Ik ben een van die Douglas. Waartoe behoor ik? Ik kan nergens gaan. Ik ben niet puur. Ik ben Surinaams. En dat geldt voor het grootste deel van ons land. Iedereen is moxie-moxie hoor. Een beetje. We hebben meer moxies dan puur. En ik ga niet zeggen wie ik puur vind. Dan gaat men vinden. Ik sluit mensen uit. Maar we hebben meer moxies dan puur. Ga terug naar je geschiedenis. Ga terug naar je stam. En dan zul je zien dat er ergens een moxie is. Het leiderschap is natuurlijk, als het hierop is gebaseerd, hoe verhogen we waarden en normen? We hebben de laatste jaren, en met de laatste jaren bedoel ik na 75 hoor, ik bedoel niet per se de afgelopen 2 jaar, na 75 hebben we corruptief leiderschap gehad. De ene meer dan de andere. En ik hoop dat dit de top is die we hebben kunnen bereiken wat corruptie betreft en dat het weer gaat droppen, zodat de normen en waarden weer omhoog gaan. Maatschappijvisie. Wat moet een leider hebben? Een leider moet wijs zijn. Een leider moet ervaring hebben. Een leider moet ethiek hebben in zijn body. Waar gaan we beginnen? That's the big question. We hebben een structuur gebouwd. Je kan niet anders, wanneer je zulke geweldige mandjes teweeg wil brengen, zul je met de organisatie structuur moeten werken. En hoe ziet het eruit? Kijkt u naar die middelste balken. Kopgroep, dat die 5 zijn voorgesteld. Die hebben de coördinatie. We hebben de Coalition of Willing Persons. Jullie hebben alleen filmpjes gezien van de kopgroep. Die van de Willing Persons komen nog. Die gaan we ook tonen, want wat bedoelt met Coalition Willing Person, Coalition Willing Organization? Wanneer we mensen hebben geïdentificeerd die we daarin willen hebben, is dat de kerngroep. U begrijpt dat wij zeer selectief zijn. Niet op basis van titel, op basis van kennis, onbevlekt zijn, integer zijn dus. Normen, waarden. En dat wordt die kerngroep. De kerngroep moet puur zijn. Dat geldt ook voor de Coalition of Willing Organizations. We willen geen organisaties die verbonden zijn aan bepaalde dingen. Hoe heilig ze ook klinken. We kennen Suriname, gelukkig. We willen dat proberen te doen. En dan hebben we onze supporters. Afinash, die je hier ziet zitten en straks gaat horen, is ook van de Coalition of Willing Persons, maar hij is de coördinator van de supporting group.
Wat gebeurt daar? Dat zijn de mensen die onze Facebook, Instagram, de internet uitleggen, website enzovoorts gaan beheren. Want je moet langs een bepaalde weg het volk zien te bereiken. Wat? Nu zijn we in fase 1. In fase 1 moeten wij zorgen dat mensen doorhebben, een brede groep van mensen doorhebben, wat er gaande is in de samenleving. In fase 1 willen we ook deskundigen prikkelen om bij ons te komen, om liefst in die vaste kern te komen, om te zorgen dat we bij de ideeën van Passie voor Suriname verder gaan. En in fase 1 moeten we het volk helpen om de problemen te identificeren en te erkennen. Pas wanneer die acknowledgement er is, die erkenning, zal het volk wakker worden dat ze iets moeten doen. Want we zien alle problemen, hè? Alles maken we mee, alle problemen zien we, maar wat doen we ermee? Niets. Omdat we het alleen maar herkennen, maar niet erkennen. En als je iets erkent, ga je iets eraan doen. Want je wil daar niet langer erin blijven zitten. Op die manier zal fase 1 naar buiten komen. Met als interviews, artikelen, TikTokjes, Instagram, noem maar op. Me and you and each other. When we actually met. Because I'm so motherfucking high, I can't remember. Right. No, that's because the first time. Is er iemand in deze groep met een open? Remember. One. Okay. Please hold back your hearts as iemand spreekt Engels. Okay, laten we terug gaan naar de slide. Ja. Ik was aan het leren met die andere. Dit is het ja. En hoe gaan we het doen? We gaan samenwerken. Daarom roep ik iedereen op vanuit deze plek, in Suriname en overal in de wereld, waar de mensen zijn die van Suriname houden, die passie hebben voor dit land. Laten we samenwerken hieraan. Laten we meedenken. Laten we mensen begeleiden. Laten we de oplossingen bekijken. Hoor. Sorry, ik moet even kijken daar. Laten we de oplossingen bekijken. Dat is ook de reden waarom we na fase 1, wanneer dat doorhebben zowat afgerond is, dat we onze blik ook op jonge intellectuelen gaan zetten. Wij zijn ouderen, senioren. Wij willen onze ervaring en kennis overdragen aan die jongeren. We willen niet misbruik maken van jongeren wat we steeds hebben gezien. Zomaar ze op plekken plaatsen en ze worden paaienwaaiers van leiders. Die jongeren moeten klaargemaakt worden, klaargestoomd worden om de leiding van dit land over te nemen. Zelfs ik als ouder heb genoeg van die ouderen. We moeten veranderd denken hebben. En jongeren moeten ook een lerende houding gaan aannemen. Gooi die ouderen niet weg. De laatste heb ik gechoqueerd van een uitspraak van de jongeren. 70-plussers moeten verdwijnen of zoiets. You need them. Waarom is Europa groot geworden en Amerika? Door die ouderen die als resource persons worden beschouwd in die landen. Ouderen moeten hun ervaring overdragen. Je bereikt niets zonder maatschappelijke ervaring. Je bereikt niets zonder voldoende inzicht. Je bereikt niets als je je deskundigheid, je universiteitsbeurs niet hebt omgezet in appliance techniek. Hoe moet ik het zeggen? Toepassen. Je kennis toepassen. Verbeeld je niet dat die bul je tot deskundige maakt. Want als we domme politici noemen, iedereen die vandaag is afgestudeerd, alle deskundigen. Je hebt je werkervaring nodig om deskundig te zijn. Dat is de arrogantie die ik bespeur bij sommige jongeren en daarom leg ik die vinger direct. Onze jongeren die graag bij ons willen zijn, gaan we trainen hiervoor. Zij moeten die politieke partijen gaan overnemen op een dag. Zij moeten daar zijn. In 25 lukt het niet, in 30 is het gelukt. Dat is onze droom. Volgende slide.
Hoe willen we doen? We gaan praten natuurlijk. We doen deskundigen praten. Onderzoek doen, overdragen praten. We gaan ook bezig zijn waarschijnlijk met een aantal dingen. Misschien moet het projectmatig. En dan denken we vooral aan de ontwikkeling bij de boeren. De kleinlandbouw moet gestimuleerd worden, noem maar op. Maatschappijvisie. We moeten praten over onze maatschappijvisie. We zeggen niet eenheid in verscheidenheid, dat heeft Adien gezegd. En denk erover na, wij gaan uit van verscheidenheid in eenheid. We zijn één, we zijn een natie. En daarin heb je verscheidenheid. En als we vanuit dat denken gaan denken, gaan we ons niet meer in een hokje voelen. Dan komt natievorming eindelijk op gang. De natie is nu kapot geslagen. Kapot letterlijk. Door die splitsing vanaf juli 2020 in Marans en in Stanen. En een paar vrienden en familie en vrouwen en broers en kinderen. Het is kapot geslagen. Onze natie is weg. Op het moment dat de president het volkslied van het land niet kan zingen, houdt hij niet van dat land waar hij president van is. Letten jullie op dat soort dingen? Op het moment dat je gaat huilen omdat India vlag omhoog gaat, dat de wereld je ziet en je niet huilt bij die Surinaamse vlag die van jou ook gehezen wordt als het goed is. Dan zeg, is er iets vreselijk mis in dit land. Dat is die maatschappijvisie. Die leider gaat moeten denken aan die eenheid, de natie, de eenheid tussen het volk en de verscheidenheid erin, waardoor je rekening houdt met alle etnische volkeren die we hebben. Want je beleid moet net als bij gender, vrouwen hebben ervoor gevochten, moet je gendergelijkheid, wij willen etniciteitsgelijkheid. Ja. Vertaal het zo. Dat is die verscheidenheid, de eenheid. We moeten niet meer gaan praten die Surinaamse Javanen of weet ik veel. We zijn Surinamers. Laten we eindelijk bewust gaan werken aan die natievorming. Zonder natievorming krijgen we geen ontwikkeling. Blijven we in deze roofmentaliteit van mensen die aan de macht komen en denken dat ze legaal kunnen roven. Moraal, normen en waarden, integriteit, dat is leiderschap. Want daaruit moet het gesproken worden. We moeten elkaar daarin aansporen. We moeten werken aan een inhoudelijk debat. Cultuur in Suriname. Laten we ook aankondigen dat de debatten die we hebben in ons hoofd hebben, in de tweede helft van dit jaar zullen komen. En ook een debat met jongeren. Ik heb nog niet veel jongeren. Wel eentje is in de Coalition of Living Persons, onze lieve Emmanuel Scheek. En hij zit naast Rogan die Rezo Mardono, die ook graag bij ons komt. Rogan die we zien tijd niet, ze gaan niet staan, soms zien we Milton en zo. Nee, ze gaan hem zien later. En Rogan die komt ook bij ons. Daarom zijn we nu al hier, om het tot zich te nemen. Dus we gaan elkaar aansporen, bewustwording. In die eerste fase zijn we hard aan het werken aan bewustzijnsniveauverhoging, ook van journalisten. Weet welke vragen je stelt om het falend beleid te ontmaskeren. Kom dus. Ik ben goed vrijpostig met jullie hoor. Oké, de way forward. Dat staat het einde. Ik mis iets. Ik mis niets. Of ik wil te veel praten. Oké. Ja, dit is. Is goed. Laat dit leven, maar we moeten die anderen nu wel zien. Dan haal je dit weg, ja. Oké. Is dat wel precies het kwartier, toch? Ja, precies, ja. Oké, dankjewel mevrouw Van Dijk Silos voor uw heldere uitleg. En nu wil ik het woord geven aan de heer Avinash Badal om voor zijn toelichting met betrekking tot onze social media activiteiten. Afi? Goeiedag, dames en heren. Suriname. Ik wil allereerst bedanken dat ik mag meedoen aan dit initiatief.
Afi moest erbij. Ja, zeker. Afi moest erbij. Zonder Afi hadden we dit niet. Nou ja, oké, okay, zonder hun hadden we die informatie niet, dus goed, ik hoop dat we met deze presentatie ook de jongeren bereiken in Suriname. Het enige wat ik wil aangeven is dat we ook een website hebben opgezet, www.passievoorsuriname.com. Daar zal initieel alle informatie op gepost worden. Ook de artikelen die al geweest zijn en YouTube-filmpjes en alle informatie die jullie nodig hebben, zal daar gepost op worden. Ook aankondigingen voor wat we van plan zijn, dus wanneer nieuwe trajecten ingaan en bijvoorbeeld projecten die wij klaar hebben liggen, dan zou je ook kunnen solliciteren voor een project en daarbij dan ook jouw bijdrage leveren aan het initiatief om Suriname te verbeteren. Als er nog andere vragen zijn wat social media betreft, kunnen jullie altijd mij contacten via info@passievoorsuriname.com. Dat gaan we allemaal ook communiceren, dat komt helemaal goed. Dus wil ik jullie bedanken. Dankjewel, Afi Badal. Nu is het moment gekomen voor de vragenronde. En nogmaals vraag ik u eerst uw naam en uw mediahuis bekend te maken. Wie mag ik? Mag ik even aanverwezen? Ja. De heer Hekmat Mangwartan, Calvin Overdiep en Milton Kastelen. Verbeeld u zich dat ze hier achter de tafel zijn. Klopt, ja. Dat u ook vragen aan hun stelt, ja. En niet aan mij. Ja. We zijn met z'n vijven. Zij houden mee in de persconferentie. Ja. Oké, okay, wie mag ik als eerste uitnodigen? Er is hier een mic. Ik zit uit een vrouw. Hallo mensen in de Zoom, ik hoor uw stemmen. Kunt u alstublieft uw mic op mute plaatsen? Ja, inderdaad, meer pers dan wat anders. Dus ja. Omdat het een persconferentie is, ja. Ja. Ik weet niet hoeveel mensen dat willen zien, maar we hebben de pers alleen hier. Heb ik, zijn er geen vragen? Indien de pers geen vragen hebt, zijn er antwoorden. Ik zie iemand. U bent? René Gompers, Stadhuis. Mevrouw Silas, u heeft een hele uitgegeven over wat passie voor Suriname moet worden. Zou je dat hier voor ons kunnen condensen, om het nog korter te maken? U heeft op elke stoel een handout hebben gezegd voor de journalisten. Nee, omdat we ook nice zijn toch? Mensen willen het nog eens horen. We zijn live. Oh, jullie zijn live zo. Wat moet ik een beetje voor even wat sensies van namen hebben? Wat is voor Suriname? Ik heb het is het een heel mooie opgericht. Om momentje, geluid is uitgevallen. Ik weet ook hoe Passie voor Suriname is opgericht, zoals ik al eerder zei, om een beweging op gang te brengen van deskundigheid die tot doel heeft om het volk van Suriname bewust te maken over onze situatie. Hoe komt het dat we erin zijn? Waar zijn de fouten gemaakt en wat is de oplossing? En dat heeft ermee te maken dat zolang dit volk niet bewust is, zolang ze niet doorheeft wat er gaande is, zal er ook geen moeite worden gedaan door niemand om een verandering te brengen. Hoe die verandering er ook uit mogen zien.
Je krijgt ook niet mee dat de regering naar je stem gaat luisteren. De oplossing is dus niet lopen schelden, want daar luistert niemand meer. De oplossing is om op een gedegen manier de analyse te maken, het ontmaskeren van het falend beleid, dus op de inhoud vooral zitten van het beleid, en de oplossing aandragen. Dat is zo ongeveer. En wat we dan uiteindelijk willen bereiken, is dat we een compleet vernieuwd partijpolitieke beleid krijgen at the end. En dat halen we niet in 2025. Wij gaan, misschien moet ik dieper op iets ingaan, we hebben het over fase 1, dat duurt ongeveer tot 1 december dit jaar. En dan hebben we wel voldoende mensen bereikt. Er zijn er ook voldoende mensen hebben zich daar aangesloten bij het Passie voor Suriname, waardoor we naar de grassroots kunnen gaan. Wanneer je voldoende manschappen hebt, om het zo te noemen, dan ga je naar de grassroots level om het voor Brokkasandi naar Timoni. Voor score grassroots, vaar ik aan go vooruit. Voor score grassroots, dat men naar Koskosi, iedereen wie naar te worden. Maar dan een veranderd leiderschap, als er politieke mensen zijn, die zijn in die politieke partijen, zullen we zodanig bewust zijn, dat die zal allemaal niet voor iets plaatsvinden binnen de politieke partijen. Om door te eisen dat het leiderschap binnen die partijen verandert, want het heeft geen goeds gebracht voor Suriname. Alles is gebaseerd op de gedachte, liefde voor Suriname, passie voor Suriname. En dan maak ik niet uit wie je bent en waar je woont. Ik bedoel, met het internet zijn er geen grenzen. En wat we vooral hopen te bereiken, dat we in 2025 30% van het volk bewust hebben kunnen maken, waardoor je ander stemgedrag krijgt. Dat is belangrijk. Het stemgedrag. Het volk heeft de macht. Mensen beseffen dat de weder, we gaan ze dat wijs maken. We gaan ze dat leren, we gaan ze bewust laten worden van hun macht. Maar ook macht moet strategisch gebruikt worden. Anders heb je niets aan je macht. Zo, zijn er andere vragen? Ja. U bent? Nee, ik ben niet van de media. Ik ben de Bravo van de Kati. Hartelijk welkom. Welkom. Leuk dat je er bent. Ben je aangesloten bij Passie? Ik ben meer dan aangesloten bij Passie. Ik ben zeer passionate. Ik geloof niet dat er iets is dat belangrijker is op dit moment dan passie en compassie. Allebei. Je weet, ik ben publieke gezondheidszorgarts. En ik kan de diagnose duidelijk zijn dat Suriname echt ziek is. En het is chronisch ziek, het is aan een poos aan de gang. Ik denk dat we met z'n allen met die passie en die compassie, hi Milton, de heerde is erbij met ook. Milton, je wordt gegroet. Ja. Dan Milton. Het is heel belangrijk. Dus ik wil nu al aangeven dat ik en willing ben en alles ben om een deel ervan te zijn. Niet aansluiten, we moeten allemaal in Suriname die passie terugkrijgen. Dat is goed. Yeah. Thank you. Yeah. Ik heb je nummer. Je wordt gecontact. Is er nog iemand? Star News. Welke vraag? Van Ruben Del Prado. Welke vraag? Ik mag praten met jou. De verbinding is soms gehaperd soms. Dus mijn verzoek is, Rosanne, of je de vraag een beetje kan herhalen, zodat wij... Oké, dat ik het herhaal. Prima. Silas, wie mogen zich aansluiten? Zijn het alleen maar verscholen mensen, mensen met een bepaald moreel kompas? Ik wil les van TV's. Tweede vraag is, ik heb de kort uitgegeven over die logo. Ik ga die vraag herhalen voor onze groep mensen vooral. Wie mogen zich aansluiten? Zijn dat alleen academici, wat zijn je nog meer?
mensen met een bepaald moreel kompas. Mensen met een bepaald moreel kompas. Activisten, dat is de vraag. En de tweede vraag over die logo, 6 zeven zuilen en 4 sterren. Heeft wel een korte uitleg, want ik moet het ik moet weer uitleggen over die logo. En nu wordt dus met de Zeelandse model super begrepen. Oh. Paul, je bent hier. Hoor je niet, je moet wel kunnen horen. Maar goed. De tweede vraag is dus... logo. Logo uitleg. Laten we met die eerste vraag beginnen. Wie mogen zich aansluiten? En natuurlijk, als je naar mijn luister, denk ik dat het is mama, zo zag dat die niet is absoluut niet waar. Wij willen als eerste groep nu prikkelen dat intellectueel kader zich aansluit. Waarom? Om het grote werk te doen van analyse, evaluatie, oplossing. Sorry, dat ga je moeten doen met een bepaalde deskundigheid. Je ontkomt er niet aan. Maar, hoe moet ik het zeggen? Wie zijn er nog meer gaan aansluiten en daarom hebben we het heel laagdrempelig gemaakt? Is letterlijk het volk van Suriname. Dat voldoet aan het moreel kompas. Snap je van de kompas nu? Wanneer wij op Facebook ontdekken dat we bananenscheld kanonades daar kregen, worden ze geblokkeerd. We hebben Facebookbeheerders. We gaan passie van Suriname niet tot een scheldgroep maken, maar tot een zeer waardige groep van Surinamers. Hopelijk bestaat het er duizenden mensen binnen een paar maanden. En we gaan tonen hoe waardig we zijn, hoe bewust we zijn en hoeveel guts we hebben om zaken te ontmaskeren. Om het falend beleid bloot te leggen en ook om de oplossing aan te bieden. Want je kan wel samen zitten spelen, dit is niet goed, dat is niet goed. Die oplossing moet er zijn. En daarom zeggen we, hebben we voor elke sector deskundigen nodig. We zijn geen sabisos. Wat heel belangrijk is, je moreel kompas. Want het is zo verloederd in het land dat het niet eens meer belangrijk is om bekend te maken hoe je het doet. Ik weet niet of jullie die dingen komen naar mij. En ook naar jullie. Mensen schamen zich niet meer om toe te nemen. Mensen schamen zich niet meer om toe te geven. Het is normaal dat je niet toe geeft. Dat je soms die politie helpt. Het is een feit. We zijn... Ik wil niet beginnen. We zijn op een persconferentie. Maar ik wil aangeven hoe hoog die nood is. En daarom roepen we iedereen op. Kom, laten we het samen doen binnen en buitenland Suriname. Jennifer, voordat je op de tweede vraag ingaat, zou ik graag Jan-Willem Hikmat aan het woord brengen. Omdat hij in een aantal artikelen heeft hij een oproep gedaan aan de sociale elite. Hè? Dus Hikmat, zou jij misschien iets daarvan kunnen zeggen over jouw oproep aan de sociale elite? Waarom wij dat doen, dat is elke oplossing die en elke aanpak en elke actie en elke activiteit moet daarin passen. En waarom doen wij dit? Wij doen dit omdat wij in Suriname niet meer in staat zijn om fatsoenlijk inhoudelijk met elkaar een gesprek te voeren en met elkaar te brainstormen over de ontwikkeling van het land. En wie doet die ontwikkeling van het land, of wie kan over die ontwikkeling van het land nadenken? Dat is vaak de bovenlaag van de samenleving die met hun handen in het gehakt zitten, zoals wij dat zeggen. Die zijn betrokken bij het beleid, die zijn betrokken in de bovenlaag van de samenleving om de samenleving in te voeren. Niks ten nadele
van de man die hard werkt in de straten en in de polders en in de desas. Want dames en heren, ik kom uit Nikeri, uit een rijstveld. Dus niet allemaal chimboy, maar ik begrijp dat je het land ontwikkelt met een bepaalde visie. En wat ik mis, is dat de sociale elite in Suriname zo lang en zo vaak aan de kant blijft staan. Om verschillende redenen. Maar die redenen moeten we nu parkeren. Nu wordt het tijd dat de sociale elite, de bovenlaag van de samenleving, gaat meedenken, meehelpen om het land te ontwikkelen. Ik ga een voorbeeld geven, dan valt het misschien beter. Roosevelt Gold Mines besloot om te vertrekken. Hoe bestaat het dat wij in Suriname jarenlang gedreven hebben op mijnbouw? Ik heb als klein jongen geleerd, ons middel van bestaan is mijnbouw. Mijnbouw is eigenlijk de basis geweest, een kruk waarop Suriname tot nu toe gedraaid. En nog steeds draait. En nog steeds gaat draaien, dat is olie, bijvoorbeeld. Hoe bestaat het, dames en heren, dat er in Suriname geen inhoudelijke discussie heeft plaatsgevonden van wat moeten wij met de goudindustrie en wat moeten wij met die Roosevelt Goldmines? Moeten wij dat wel willen? De discussie is simpel platgeslagen door een paar mensen die zeiden, ja dat moeten wij niet willen, want wij zijn corrupt. Ik heb een politieke partij gehoord, de voorzitter van de partij, ik kan het gelijk maar noemen, de BEP. Zijn argument was, laat het maar door overgaan naar de Chinezen, want wij zijn te corrupt om een bedrijf te runnen. Nou, dit mag niet bestaan, dit kan niet. Dat betekent, en uiteindelijk is stilzwijgend het bedrijf overgegaan naar de Chinezen. Niks mis mee met de Chinese vrienden, echter. Wij hadden in Suriname met elkaar alle brainpower met elkaar moeten nadenken. Moeten wij dit bedrijf overnemen? En als we dat willen, wat zijn de complexiteiten en hoe pakken wij dat aan? En daarmee een discussie voeren. En met die discussie de regering zover krijgen dat die wel overwogen gaan besluiten. Die discussie heeft niet plaatsgevonden. En we weten wat de uitkomst is. Conclusie dat in Suriname dit soort discussies niet meer mogelijk zijn. Dat is één. Dus daarom vind ik het belangrijk dat mensen aansluiten bij Passie voor Suriname. Om mee te helpen, mee te denken hoe je het land verder kan ontwikkelen. Dank u. Misschien heeft Colvin heeft ook misschien een insteek. Wat er is gezegd, maar ook het totaal wat ik gehoord. Colvin. Paul. Dit is een persconferentie van de kopgroep. We gaan een andere keer met je praten. Colvin, heb jij een insteek? Wil je iets toevoegen alsjeblieft aan de vraag? Colvin, even wachten, je bent op mute. Even. Ik ben op mute, Colvin. Colvin, je microfoon is uit. Ja, oké, sorry. Ik kom even terug. Het probleem met ons land is, ik denk niet in het probleem, ik probeer juist een oplossing te bedenken, maar ik zal dit woord toch gebruiken. Ik heb ooit een discussie met een vriend van mij, een bekende politieke partij, die vanaf de jaren 46, 47 voor het stem had in Suriname. En ik zei hem, we hebben nooit in Suriname leidende politici gehad, maar alleen maar politieke leiders. Een leidende politicus die denkt aan de volgende generaties. We hebben nooit geleerd in Suriname om in generatiepolitiek te werken en te denken. De meeste van de zogenaamde politieke leiders zijn korte termijn denkers geweest. 5 jaar, dan moet ik binnen zijn. Maar we hebben namelijk kinderen en kleinkinderen en zij die nog geboren gaan worden. Dus als wij namelijk praten over ontwikkeling, dan moeten we terug naar het begin, naar de basis. Als je dus geen politici hebt of leiders hebt met een morele inborst, dan mag je land zo rijk zijn met olie en met allerlei grondstoffen. Dat hebben we ook gezien in Suriname vanaf we hebben ook iets gehad. Nu zijn we hartstikke blij en voor is over olie en gas. Maar als je niet de juiste man of vrouw hebt aan het roer, aan het stuur van het land,
dan gaan wij allemaal met de knip. En het is een mooi boek dat ik namelijk ooit heb gelezen van een Indiaanse filosoof. Die zei, als je de richting van de wind niet kunt veranderen, dan moet de stad van de zee gaan bijzetten. Momenteel hebben we in Suriname storm. We zitten namelijk in storm. En de mensen die aan het stuur zitten, aan het roepen zitten, die denken dus dat ze het schip Suriname veilig aan de haven kunnen brengen, maar ze zijn vergeten om de zeilen bij te zetten. Hier wil ik zeggen dat de echte leiders eerlijk moeten zijn. Echte leiders moeten niet manipulatief bezig zijn en moeten omgaan met anderen. Ze moeten ook weten wie ze zijn. Want als je namelijk als leider geen betekenis kan geven en als je die niet hebt, dan kun je ook geen mensen van jezelf bij een feest. En die wil ik afsluiten met een korte samenvatting. Wij moeten dus als wij politici kiezen, als wij presidenten gaan kiezen en die kandidaten, dat zij eerst onderhevig moeten worden aan een protocol dat men noemt een moreel judgment interview. Wie kies ik als volgende president? Dat is eerst een mars. En ik mis namelijk bij verkiezingen en bij de keuze van presidenten en kandidaat-presidenten een discussie. Een discussie op social media waarbij het volk kan zien of die man of vrouw kennis heeft van economie, van een maatschappijvisie. Als die man of vrouw in staat is om zijn gezin te leiden, als ik mijn gezin niet bij elkaar kan houden, dan kan ik een land ook niet leiden. Dankjewel, Colvin. Ik wil Milton ook uitnodigen voor zijn insteek in deze. Milton? Ja, goedemiddag aan ieder. Wat voor mij vanwege mijn achtergrond als jurist-advocaat belangrijk is om tijdens deze persconferentie te belichten, is dat wij in Suriname in feite vanaf onze onafhankelijkheid Suriname altijd hebben benoemd als democratische staat. Of bestuur en rechtsstaat. In één zin een democratische rechtsstaat, dat we een democratische rechtsstaat zijn. Maar we hebben nooit in voldoende mate verder gedefinieerd wat dat betekent. Wat dat betekent voor onze ontwikkeling, hoe wij binnen die structuren ontwikkeling gaan brengen voor Suriname, ook niet hoe de maatschappij dat uit zou moeten zien. Hoe zit het met beleving van rechten? Hoe zit het met het bestuur? Hoe geeft volgens welke bestuurlijke principes gaan wij ontwikkeling brengen voor het land? Volgens welke principes gaan we of ideologieën gaan wij de samenleving inrichten? En een van de dingen is die waaruit het blijkt, is dus dat als we kijken naar onze politieke, de dominante politieke families in Suriname, dan zien we dus dat de meeste politieke partijen toch wel een sterk etnische grondslag hebben. Dat is iets wat we moeten gaan veranderen. Want als we met z'n allen vaststellen, bijna alle politieke partijen zeggen dat ze dus ontwikkeling willen brengen, ze willen armoede bestrijden, we willen onze economie diversificeren. Maar de aanpak verschilt naar gelang je het wil doen vanuit een sociaal-democratische invalshoek of vanuit een liberale, kapitalistische invalshoek. En die discussie moeten we aangaan. Dus het volk zal geïnformeerd moeten worden, zal getraind, dus irritatie van het volk zou, dus informatie, educatie en communicatie met het volk zou moeten plaatsvinden. Zodat het volk ook deze kritische vragen gaat stellen aan politieke partijen. En ja, we willen ontwikkeling, we willen een bepaalde maatschappij hebben, maar volgens welke ideologie, volgens welke lijnen, ben je van plan dat voor ons te realiseren?
En op basis daarvan zou je dus ook een keuze kunnen maken of niet zozeer het doel dat nagestreefd wordt, maar juist de wijze waarop dat doel gerealiseerd zou worden. Als dat jouw goedkeuring heeft en of het daardoor ook jouw stem zou kunnen genieten. Dat is voor mij denk ik nu de inbreng en dan geef ik het terug aan Rosanne. Dankjewel, onze diaspora vrienden. Hebben jullie misschien vragen voor onze diaspora vrienden? Speciaal voordat we naar vraag 2 gaan. Voor Jennifer, wilt u aan hun? Nee, ik heb geen vraag voor hun. Ik heb voor mevrouw Van Dijk Silos? Ja, ik heb vragen. Maar zij moet nog een vraag beantwoorden. Jennifer, je zou die vraag nog beantwoorden over die zuilen, over ons logo. Oh ja, ik wil het logo uitleggen. En daarom komt u. Als we even het logo op beeld hebben. Dat iedereen het kan volgen. Ja, kijk op dat. Afi is natuurlijk weer gaan rommelen. Ik ben ook dichterbij gezet. Afi, we moeten dan weer zo tijdens die conferentie. We moeten... Maar Jennifer, je hebt het altijd over vlam. Ja, maar ik heb niet van zet dat op de ochtend de ander hebben gewezen. Oké, Afi heeft het mooi gemaakt met de vlam. Ja. Passie, Jennifer. Passie. Oké. Nee, laat je vlam. Wat anders maken. Zet je vlam weer. We hebben geen tijd. Ik heb geen tijd voor alles aan, want dat doe je al 4-5 jaar met mijn werk. Kijk, en dan ga ik Afi laten uitleggen, want wij hadden ook kritiek op vrouwen en ik over die twee andere dingetjes. Hij vond dat is het, die bedding waar tegen die zuilen leunt. Die middelste en die twee daarnaast zijn die drie zuilen waar langs of waarop of op grond waarvan wij onze acties gaan ondernemen. Onze visies weer gaan geven. Dat is leiderschapsvisie, ontwikkelingsvisie, maatschappijvisie. Ja. Daarachter moet je in feite visualiseren, zeg ik het goed af, het volk van Suriname die ons draagt. Oh ja. Die ons steunt. Als het volk van Suriname ons steunt, hebben we 25 andere leiderschap. Ik hoop dat men het begreep. Het is alleen maar utopia om daarvan uit te gaan. Daarom praten we over 2030. Maar 25, als we zeggen we gaan voor andere leiderschap, moet het volk van Suriname achter ons staan. En dan roep ik ook direct bepaalde intellectuelen op. Ik ga even verder, Roos. Ik dacht eraan, dan vond ik mezelf een beetje kort praten. We hebben geen toegang meer tot volksgezondheid, hè? Ik weet niet of jullie bonen hebben, maar ik die medicamenten gebruik, moet vaak in mijn portemonnee gaan, ondanks mijn verzekering. En alles is duur. We kunnen niet eens naar het ziekenhuis, ze hebben geen apparatuur. Oncologie is in gevaar, cardiologie is in gevaar, maar in al die specialisten de boven niet te roepen. Nog steeds zou ik de vereniging van medici niet. Waar blijft hun passie voor Suriname? Wanneer gaan ze aan die bel trekken? Je hoort alleen maar mevrouw Lidaar van tijd slagen. Maar wat doet die vereniging van medici? Het volk heeft ze nodig. Een volk zonder toegankelijke gezondheidszorg is een dood en ziek volk. De vereniging van medici, ik hoop dat ze geprikkeld worden op den duur door ons. Er worden zoveel rechten van verdachten vertrapt. Letterlijk met de poten van politieagenten. Figuurlijk met de voeten van de regering. Wat ligt de orde van advocaten? Wat is de plicht van advocaten? Is om de justitiarische rechten laten krijgen. Onderdeel van die rechtsstaat. Een van die instrumenten van de rechtsstaat. Nada, niets, zwijg. Ik ben geen advocaat meer, mensen. Ik denk dat ik het nog ben. En dan denken ze, jij praat toch? Ik ben geen advocaat meer, namelijk die wetenschap heb ik me niet meer op het tabloid weggeschreven. Maar het valt me op dat de orde niet zegt. Maar wel vrolijk naar de dialoog gaat. Pre-dialoog, dat ook niet sloeg.
En om nog burgerlijk te zeggen wat een goed gesprek is geweest. Wat doen advocaten? Wat is hun taakstelling? Wat staat in de eerder regels van de advocatuur? Vakbonden. Werkersrechten worden vertrapt dagelijks. En door de overheid en door de private sector. Waar zijn ze? Op de schoot op het kabinet van de ene en op het kabinet van de andere. Dat bedoel ik. Dit zijn de dingen. Dit zijn de instituties met wie we eigenlijk moeten samenwerken. Om die verandering te brengen. Er is veel werk om te doen. En we kunnen het niet. Ik kan het niet alleen. De groep kan het niet alleen. Wij kunnen het. Ik roep daarom op. Echt nogmaals op. Sluit je aan bij ons. Er is een website. Je kan ons mailen. Je kan via Facebook, via Instagram. Weet ik veel. U gaat contact krijgen. We hebben supporters die die dingen voor ons beheren. En zo zult u in contact met ons komen. Sorry hoor dat ik dit maar. Ik moest het even kwijt. Heel goed, Jennifer. Ik denk dat iedereen het goed vond. Mevrouw, u had een opmerking of een vraag? Ik heb een opmerking. Gaat u gaan? Ja, van? Ik ben niet van een mediahuis. Ik ben hier gewoon mijn eigen titel. Ik zou niet eens hier zijn, maar ik heb een afspraak met Ruben Del Prado. Omdat ik net iets persoonlijks moet helpen. Nee, u bent van harte welkom. Oké, dus daarom ben ik hier. Maar ik wil meester van Dijksilos complimenteren met passie voor Suriname. Reden waarom? Omdat ik als gepensioneerde Caricom-ambassadeur dezelfde visie, dezelfde gedachtegang heb gehad de afgelopen 3 maanden. En alles wat ze hier presenteert is ook precies waar ik aan zat te denken. Maar ik heb het hart voor de jongeren. Ze noemen me moeder by the way. Maar dat is gewoon gegaan. Ja, ik ze heb gevraagd. Maar ze zeggen ik representeer ze. Dus bij deze... Bij ze bedoelt u die Caricom? Nee. De jongeren in general. Oké. Maar iedereen onder de 40 jaar. Want ik ben niet 40 jaar. Ja. Ik wil dus aangeven dat ik me heb aangesloten bij het inclusieve netwerken van Ruben Del Prado. En vandaar zijn we bezig bepaalde dingen te organiseren. Maar ik zie dat we ons ook hierbij moeten aansluiten in passie voor Suriname. Omdat wat wij jongeren, ik ben geen jongeren meer, ik ben well. 18. Ik ben 20 en ik ben 40, dus ik ben een volwassen. Life begins at first 40. 50 hoor. Ja, oké. Okay. Ja. Maar goed. Omdat je capaciteit hebt met de 40 jaar, 40 jaar of hoe oud je bent. 40 jaar precies. 40. Dan ben je. Boljaar 1982. Dan ga je naar die andere fase waarin je maatschappij iets hebt ontwikkeld. En Stephanie, kaskati, ik heb je niet herkend. Doei! Ja, ik ben dus hier om aan te geven dat ik. Passie voor Suriname. En ik wil dus ook aangeven dat wij, ik praat als vertegenwoordiger van de jongeren in deze, dat wij problemen hebben in het land. Ik vond Stef Blok, ik nam hem kwalijk over zijn uitspraak veel steek. Ja. Maar ik heb gezien dat het een carrière diplomaat is, die dingen heeft geanalyseerd en alles niet volgens de theorie. Ja. En wat klopt, we zijn nog veel steeds, ja, sorry, ja. We moeten het toegeven. Klopt. En ik ben de eerste die het toegeeft, ik heb het ook op mijn FB-account gezegd, maar we zijn nog veel steeds. Ik ook. Begrijpt u me? Ja. Als ik nu niet geholpen word door Ruben Del Prado, raak ik mijn OAS scholarship ter waarde van €4.000 kwijt. Snapt u me? Omdat de grote bedrijven in Suriname vinden van... Wel even ingrepen hoor, hoe zijn die? Zijn persoonlijke sponsoringen. Dat is dus één. Maar ik ga daarvan afwijken. Ik ben ook bezig met die case van Matthijs Samuel, die een schepenschat heeft geleden. En waarvan mijn bedrijf van de samenleving nu vindt dat hij betaald moet worden als de huidige Caricom-ambassadeur. Ik ga nu wel ingrijpen, Roos en Wilde. We hebben een persconferentie, het is wel leuk die verhaal. Maar niet op dit forum vandaag. We hebben de pers hier, dus ik wil u vragen om nu af te ronden, zodat de pers de gelegenheid krijgt om vragen te stellen. Ja, alsjeblieft. Maar een andere keer kunt u misschien een bilateraal gesprek hebben met mevrouw Van Dijk. Nee, ik kan ook met jou praten. Ja, of met mij, okay. Of met Balken, of met Dikmat, of met Ben. Die kwestie van Matthijs Samuel is opgelost door de overkant van de ambassadeur.
Dus we gaan het fixen. Dank u wel. Dank u wel. En we kijken naar u uit. Ja. Als we kijken naar die koproet, dan kun je zeggen wat wij voorstellen daardoor. Zijn het alleen personen die anti-deze regering zijn of anti-president? En dat deze beweging richting de regering naar huis sturen gaat? Vind je deze beweging dat de regering nu naar huis moet? Ik denk dat heel Suriname veel behalve VHP'ers en APO'ers en die regering naar huis doen. Dus dat is vragen aan de bekende weg. Laat me dit ervan zeggen, je ziet 5 mensen. Misschien denken mensen van mij dat ik paars ben en een zandpast op mijn voorhoofd heb. Maar ik mag mijn politieke sympathie hebben en ik hoef het niet bekend te maken. Dat geldt voor al onze 5. Ja? Belangrijk is dat we geen partijgezicht hebben. Anders kan je voor die passie op te richten. Iedereen heeft sympathie. En of wij vinden dat deze beweging de regering naar huis wil, we zijn nog niet zo ver om die conclusie te trekken. We willen nu proberen om ervoor te zorgen dat er bewustzijn komt en het volk begrepen wordt haar macht is. En laten we kijken hoe de regering ermee omgaat. De president is toch bezig met dialoog. Wij zijn nog niet, we zijn pas vandaag. Dus we hebben niet eerder gesproken voor de gek gehouden geworden. Maar ik weet ook niet of we naar de dialoog gaan als we worden uitgenodigd. Dat begin ik niet te zeggen. De kopgroep en de coalition of winning persons zouden moeten beslissen of we naar de dialoog gaan. Want ik wil aangeven, niet direct mevrouw Beweetjes op pro en anti brengen. We zijn objectief bezig. Kritiek op de regering, of op het beleid, laat me dat zeggen. Kritiek op het beleid wil nog niet zeggen dat je anti bent. Anti is anti. Dan komen we er ook vooruit. We hebben guts genoeg om eruit te komen. Als passie voor Suriname, als beweging, hebben we geen anti- of pro-standpunt ingenomen. We hebben gewoon gekeken naar die ellende waarin we nu zijn. De crisis. En we willen niet verder dalen. We willen geen Haiti worden. We willen geen Venezuela worden. En we zijn op weg ernaartoe. Wij moeten het remmen. En het zijn inderdaad deskundigen die zware analyses moeten maken. Dat mensen doorhebben dat ze voor de gek worden gehouden. Lees die uitleg in de brief van Bibes van gisteren. Wie ogen heeft en verstand, weet wat daarin staat. Dat is onze regering. Mensenhandel. Boei. En mevrouw Boeitjes, ik wil toevoegen, niet omdat je als ambtenaar werkt onder een bepaalde president of zo, wil dat zeggen dat je pro bent of anti. We werken voor een instituut. En dat moeten jullie als persmensen ook gaan respecteren. We werken voor het instituut. Heel belangrijk. En we mogen ook onze kritiek hebben op het falend beleid. En dat wil niet zeggen dat je dan anti bent. Het falend beleid, we bespreken hier het beleid. Het beleid. Luister wat de overige mensen hebben gezegd. We hebben het steeds over het beleid. Het beleid. Dus als de mensen zo'n conclusie trekken, jammer. Een beetje kortzichtig van hun kant. Ja. U bent? Meneer Gilles, je bent al tegen, maar jullie precies dat ik niet ga kennen. En zal ik ook zeggen waarom ik geen enkele passie zie bij de assemblée hier. Niet per coalitie, niet per oppositie. En niet in orde. Wanneer dit gebeurt in je land, en dan praat ik niet met de coalitieleden, en je stemt voor een begroting die gedoemd is te mislukken, want het klopt van geen kanten. Dan weet je dat jouw land, jouw regering geen goed beleid gaat kunnen voeren. En je stemt voor. You don't love this country. Dan ga ik nu naar assemblee vluchten. Oppositie vluchten. Wanneer je in de oppositie zit,
het schelden en takelen niet helpt. Ga out of the box denken, want je weet dat je in een organisatie zit waarbij al vanaf het begin gezegd is, met name de vicepresident, ze moeten doen wat ik zeg. Ik ben de baas. Heb je mensen horen praten? Ik alleen. Over wat daar bewezen is, wat er met onze rechtsstaat aan de hand is, wat er met Trias Politicus aan de hand is. Heb je meer mensen gehoord? Nee. Daarom heb je passie voor Suriname nodig. Daarom heb je die stemmen nodig van meer mensen. Daarmee is bewezen dat de coalitieleden van de assemblee zich lustig en lekker hebben laten beledigen door die uitvoerende macht. Omdat ze geen bewustheid hebben van Trias Politicus. Dan kom ik terug naar die oppositie. Wil je me zeggen dat ervaren oppositieleden als Melvin, Bova, Parmisser, Jelle Vervreedzaam, Epidosis Nieuw, er zijn nog een paar ouderen, dat ik weet het niet. Kensenhuis. Ik heb gehoord van Kensenhuis, of ik weet het niet, ik weet het niet. Kensenhuis, dat hoor ik nooit. Is er geen andere methode om binnen die assemblee in de tijd van Prever, in de tijd van Ernie, twee mensen maar, hebben een stempel kunnen drukken op die coalitie? Ja. Wat gebeurt ook met die oppositie? Sorry, wanneer we kijken naar onze ministers, ik wil niemand beledigen, maar er is geen enkel beleid en alleen maar, ik zie alleen maar een soort politiestaat met een paar poppetjes. Sorry hoor. Wat is het beleid? Kunt u mee dat zeggen, journalist? Er is geen beleid. Er is niet eens een productiebeleid vanuit LVV. Er is ook geen duidelijke regionale politiek beleid. Dat moet ik het noemen. Er is niets. Het is om te huilen. Is er onderwijsbeleid? Is er gezondheidsbeleid? Is er natuurlijk een hulpbronnenbeleid? Is er geen passie voor Suriname? Wanneer je daar zit, moet je passie voor Suriname hebben, dan vind je zo emotioneel als ik te zijn. Want iedere keer als die dat lied voor mij gezongen werd, als ik officieel op bezoek ging bij de politie of zo, kreeg ik tranen in mijn ogen. Omdat ik voelde, ik ben minister van dit land. Je voelt je trots, je voelt je goed. Zie je hier in mijn oorspronkelijke gezichten? Dat lied interesseert ze niet. Dat is de belediging die wij als volle dagelijks ondergaan. De empathie die deze regering heeft voor Suriname. Meneer Gwennes, loop ik niet bij, vraag waar het aan ligt, niet omdat ze het niet goed horen hoor ik. Vraag waar het aan ligt, het ligt niet aan de leider. Het ligt aan hun zelf, dat is de choice they made. Zullen de volgende keer weer op de lijst? Het ligt aan hun. Niet aan geen enkel leider. Zie je een leider mee, dat kan meer in DNA. Het ligt aan jou, welke keuze doe je? Ja, ja. Niet eens die dat bewustzijn hebben ze. Dat alles wat met je gebeurt, waarom leeft dit volk vandaag? Ze hebben toch ervoor gekozen? Ze zijn toch slim gaan stemmen? Ze hebben gekozen ervoor. Daarom heb ik zoiets van, dankzij de slimstemmers. Het is de choice you make, het is de keuze die je maakt. En die keus maakt de coalitieleden van de DNA om zich als schapen te gedragen en achter hun meester te staan. Mijn laatste vraag, is dan passie voor Suriname bereid om zo'n cursus passie te geven? Ja. Ik het zou goed zijn als ze ons uitnodigen, dat we die vlam van ons, ja. We willen echt die vlam hoor, je moet, dus de coalitie kan jullie ook zien via website en Facebook. Hoe veel heb je staan, hè? We hebben echt die vlam. Vlammerden naar die vlam boven en die is ook in de eerste plaats. We hebben die vlam.
als men die vlam wil voelen en overgedragen wil krijgen, waarom zouden we het niet doen? Want nu moet Suriname echt helpen. Ik hoor het gewoon emotioneel van als we denken aan wat er aan de hand is. Thanks. Ik wil wel even afvullen, meneer Gones. U weet dat er nu momenteel in Israël zijn er grote demonstraties gaande. Want de minister-president Netanyahu die wil het hele juridisch systeem daar hervormen in zijn voordeel. De minister van Defensie is op tv gegaan en heeft hem opgeroepen om te stoppen. Want hij brengt zo de nationale veiligheid in gevaar. Hij heeft die man ontslagen. Maar hij heeft ook ingezien wat de consequentie kon zijn. En hij heeft het proces gestopt. Dus daar zie je weer de kracht van het volk. En daar zie je weer een minister die durft. Die is op tv gekomen en heeft zijn baas aangesproken. Dus dat moeten we hier ook kunnen. Mevrouw, u bent? Ik ben mevrouw van Alimusha. Ik ben alleen hier omdat ik een woord passie heb gehoord. En ik weet niets anders. Ik ben alleen van passie. Maar u bent niet van een mediahuis? Nee, ik ben niet van een mediahuis. Ik laat er even die journalisten eruit. U mag straks wat zeggen. Want het wordt toch nog. Zijn er aan, ik zag daar achter de mensen van. Meneer Gompers, je hebt over Zwitserland. In de inleiding had je het over dat tenminste zover de passie voor Suriname de bevolking zover wil krijgen in 2025. 30% van de bevolking tenminste zover wil krijgen om het stemgedrag te verbeteren. Wat is dan het doel? Ik weet niet of ze moeten stemmen. Ze moeten een bewuste keuze maken van een partij die een partijprogramma heeft met een maatschappijvisie, met een duidelijke ontwikkelingsvisie en waaruit ook blijkt dat er een goede leiderschapsvisie is. Ik zeg niet dat ze moeten stemmen, voor mij past dat een beetje wat een beetje alle drie dingen. Prima. Ik weet het niet, we zijn nog niet zo ver, want we zijn nog echt niet bij 25. We zijn pas in fase 1, maar er zal als bij passie voldoende deskundigheid aansluit, zal er iemand zijn die in die tijd die zegt, kom maar, Kazan, even, toon dit. En dat zal gebeuren zeker, we zullen die deskundigheid willen krijgen. Van Times of Suriname. De vraag is, passie voor Suriname is vandaag gelaunched. Wat zijn de activiteiten van de beweging, als ik het zo mag noemen, vanaf nu tot naar de verkiezingen van 2025 horen? Zijn er discussies, informatiesessies, trainingen die de mensen gaan krijgen? Hoe gaan jullie de mensen zo bij krijgen? Deze journalist vraagt, hoe gaan we onze boodschap brengen? Daar komt het op neer. Hoe gaan we mensen bewust maken? Wat zijn de methodes? Ik wil die vraag graag door. Kijk, maar beantwoord zien, anders blijf ik te veel aan het woord. Kijk, maar. Dan gaan ze van mij te veel. Ja. Wat is nou onze boodschap? Want ik hoorde meneer Gones eigenlijk de vraag stellen over de parlementariërs. Kijk, de kern van onze boodschap is niet zozeer een politiek gedreven betoog, maar meer dat wij alle Surinamers die verantwoordelijkheid dragen, en dat zijn mensen buiten de politiek. Ik noem dat de sociale elite. Jennifer heeft net een paar genoemd. Vereniging van Medici, Orde van Advocaten, Vereniging van Fabrikanten, etc. Al die partijen, al die mensen, die moeten verantwoordelijkheid nemen. Dus die moeten ook meewerken aan de boodschap. En de boodschap is, hoe kunnen wij Suriname ontwikkelen? Dus ik kom zo meteen hoe je de boodschap overbrengt. Want als je geen boodschap hebt, heb je niks over te brengen. Dus de boodschap is, hoe gaan wij Suriname ontwikkelen?
En kijk, Suriname is een veel, het probleem in Suriname is een veelkoppig monster geworden. Dus dat is net aan een bordje bami. Als je een stukje van die bami optilt, dan komt de hele bami omhoog eigenlijk. Hè? Komt het hele bord omhoog. Dus je moet een truc vinden om het geheel op te eten. In een metafoor zeggen zij, het is een ongelukkige metafoor, maar ik gebruik hem toch even. Hoe eet je een olifant? Door in stukjes te eten. Nou is olifant in Suriname een beetje beladen woord, maar zo heet de metafoor nou even. Dus in stukjes. Het probleem in Suriname is, ik illustreer het, wij praten de hele tijd over de koers. Maar het probleem is niet de koers. Het probleem is ergens anders. Het probleem is, we hebben geen productie en we hebben geen export, dus hebben wij geen valuta en dus hebben we een probleem met ons. Maar hoort u iemand in het land met elkaar praten hoe wij productie omhoog kunnen brengen? Ja. Dus we moeten landbouw stimuleren. Dat weten we. Maar hoe doe je dat? Dat vertellen ze niet. Dat vertellen de regering niet. Maar in Suriname ontstaat ook geen discussie met elkaar om te kijken hoe wij industriepolitiek moeten voeren, hoe wij productiepolitiek moeten voeren, hoe wij productiestrategie moeten voeren. En als er iemand met een idee komt, dan ontstaat een tweede issue en dat is een maatschappijprobleem. Ja, dan worden de instanden beter, ja, worden de marons beter, ja, dan wordt die beter. Zie je waarom wij een maatschappijvisie nodig hebben? Dus daarom zeg ik, het is een veelkoppig probleem geworden. Want raak je iets in de productie, kom je al gauw in een maatschappelijk probleem. Maar komt er een derde probleem aan te pas. En dat is, er is altijd iemand die zegt, maar hier, nou, ik ga dat ding wel, de vergunning geven voor de productie. Maar in Jiwan Chukwu, zie je, dus dat moreel... De moraliteit is verdorven. Dus we moeten ook aan moraliteit werken. En dus, dit is nou eigenlijk onze boodschap. Onze boodschap is, beste Surinamers, laten wij samen met nadenken, werken. Laten wij nadenken hoe wij die maatschappij aan elkaar kunnen smeden. En laten we nadenken hoe wij meer waarden, normen en leiderschap in het land kunnen brengen. Als we dit met elkaar buiten de politiek kunnen doen. En daartoe zijn we verplicht. En daartoe bent u daar in de zaal ook verplicht. U als media bent ook verplicht daar. Want u heeft ook een familie. U leeft ook in het land. U ervaart die problemen ook. U heeft een beroep. Ja, dat begrijp ik. Zo heeft de dokter ook een beroep. Zo heeft de advocaat ook een beroep. Maar vervolgens bent u ook een burger. Dus u heeft plicht ook. Laten wij samen dit probleem bespreken. En dan kom ik terug op uw vraag, mevrouw. Hoe brengen wij dit aan het volk, aan iedereen? Nou, als wij dit soort boodschappen ontwikkelen, als we dit soort gedachten ontwikkelen, dan zijpelt het zeker door naar de samenleving via allerlei kanalen, massamedia, de krant, de tv, sociale media, dat is heel sterk geworden tegenwoordig. En doordat het ook in de straten gaat leven en dan gaan mensen begrijpen wat zij al die jaren gemist hebben. Ik wil niet te lang praten, maar ik wil wel één voorbeeld geven als het nog mag van Rosanne. Ja, ga je gang. Dankjewel. Ik maak het levendig voor iedereen in de zaal en dat is dit dan. Het land Dubai wordt in Suriname erg geroemd en daarom kan ik me dat als voorbeeld geven. In het Midden-Oosten zijn er meer landen die olie hebben. Kuwait heeft veel meer olieinkomsten dan Dubai. Maar wat is het verschil tussen Dubai en Kuwait? En dat is dat er twee sheiks, twee leiders zijn. Beiden letten goed op zichzelf. Die verteren zichzelf voldoende. Dat is het probleem niet. Maar de leider van Dubai heeft een ontwikkelingsvisie. Die heeft het land ontwikkeld met een visie. Van hoe maak ik het onafhankelijk van olieinkomsten. En hoe diversificeer ik dat. En die heeft dat een strategisch verhaal neergezet.
en uitgerold. Hij heeft het niet hapsnap gedaan. Er is een visie in Dubai hoe je dat land ontwikkelt. Vervolgens heeft hij ook gelet hoe zijn volk van die ontwikkeling kan genieten. Dat is eigenlijk zijn betrokkenheid, zijn leiderschap. Maar zijn maatschappijvisie heeft hem ook ertoe gebracht dat hij goed zorgt voor alle experts die daar werken. Veel beter dan in menig andere golfstaten. Samengevat, hier zie je hoe je het ene land met geld succesvol kan zijn en het andere land met geld niet succesvol kan zijn. Of minder succesvol. En dat is wat wij in Suriname ook nodig hebben. Dames en heren, het is niet alleen een probleem van geld en schulden. We moeten af van dat soort fatalistisch denken. Wij moeten naar goede voorbeelden, wij moeten visie ontwikkelen. En dat moeten we met elkaar doen. Dat moeten we met elkaar doen. Iedereen die in Suriname een betrokkenheid heeft. En ik zeg dat ook met elkaar. Ik zit hier in Nederland. Ik heb collega Milton Kastelen en Paul van Overbeek zitten ook in Nederland. Jennifer en Rosanne in Suriname. Maar we moeten het samen doen. Ik had dat voorbeeld net van Dubai. Dubai is ontwikkeld niet door de lokale Emiraties. Ik herhaal het. Dubai is niet ontwikkeld door de lokale Emiraties. Dubai is ontwikkeld doordat de Sheikh wereldvisie de best of the best van de hele wereld bij elkaar heeft gebracht in Dubai. En die hebben het land helpen ontwikkelen. En nu nemen de Emiraties dat langzaam over. Zo moeten wij in Suriname dat ook denken. We hebben veel wijsheid in Suriname, maar jammer niet. Oké, dankjewel Hikmat. En ik onderschrijf wat Hikmat daar zegt, het is niet alleen maar geld. Ik was... Ben je klaar Hikmat? Ja? Oké, Hikmat. Hikmat, oké, we gaan verder. Ik wil onderschrijven wat Hikmat gezegd heeft, want ik ben 2 keer geweest in Equatorial Guinea. Dat is een land met ook heel veel olie en gas. Maar niks is ten goede gekomen van de lokale bevolking. Ik kon wel huilen om de armoede daar te zien. Dus het is helemaal waar wat hij zegt. U daar mevrouw, meneer, daarachter heeft uw hand opgestoken. Meneer Gompers, ik denk die mensen daar hoorden u niet iets zeggen. Nee. Oh, ik zag uw hand. U bent van? Ik ben Arnhem. Ja? Maar u was er al, toch? Ja. U bent van de pers? Klopt. Ja, gaat u gaan. Van Times, hè? Ja. Ik weet zeker dat de vraag is beantwoord, maar mijn vraag was specifiek wat zullen de activiteiten inhouden. Ik heb wel genoemd traditionele media, social media, dus gaan we boodschappen via die bilaterale ontvangen of ja. Is er een bepaald plan dat de beweging gaat uitvoeren de komende periode? Maar heeft u gekeken naar uw sheet ook, hè? Als daarin staat maar even, als ik wil aanvullen omdat ik inderdaad niet echt daarop in is gegaan. Op een van de sheets gaat u iets zien van dit wat, ik weet niet of dat ook zo gezegd is hoor. En dan moet je uitleggen wat het traject is. In ieder geval hebben we interviews, we hebben artikelen. In de tweede plaats heb je natuurlijk dat je met de coalition van Reading Burgers gaat in conclaaf gaan om een beleid te maken van hoe gaan we dit aanpakken, welke artikelen moeten komen, welke interviews moeten komen. Verder hebben we ook als instrument TikTokjes. Er zijn mensen die niet goed kunnen schrijven. Maar ze kunnen goed praten, dus die zijn geschikt voor TikTok. Dan heb je ook dat we Facebook gaan vullen met onze artikelen, onze interviews. Dat is ook een manier om het volk te bereiken. Dan hebben we wat wij belangrijk vinden, omdat dat namelijk sustainable is. De debatten die georganiseerd moeten worden tussen het kader op de diverse sectoren, in verband met de situatie van de diverse sectoren. Passie moet nog uitmaken wat van belang is en wat prioriteit moet genieten bij het eerste debat. Dat moeten we daar moeten nog over nadenken. En dan hebben we via dat debat ga je weer andere bereiken en gaat het zo weer verder. Dus we gaan gaandeweg de situatie zullen ook de instrumenten en de strategie ontwikkeld worden om de mensen te bereiken. Want het is Suriname verandert bijna elke week
die situatie. Dus je kunt geen standaard dingen bedenken, maar we hebben één doel voor ogen. En dat is dat het volk bewust moet worden en heel bewust haar eigen macht moet kennen. Ik wil nog wat zeggen, er zijn drie kennisnacks naar buiten hoor. U bent vrij. En ik heb gegeten, sorry, ik hoop niet dat jullie onnodig zijn geweest om het te filmen. Maar ik ben een diabetespatiënt en ik begon dus op te worden. Oké, ik denk dat er geen vragen meer zijn. Mevrouw wil nog wat zeggen. Ja? Ja, gaat u gaan. Ja, gaat u gaan. U bent Suriname, toch? Ja. En passie doe je wanneer je iets doet. Moet je echt met passie doen. En wanneer je werk doet, dan moet je de diep gaan hebben. Je moet gedisciplineerd zijn. Je moet gaan kijken wat is er allemaal, wat was er niet en wat kan ik bijdragen. En vooral moet je niet bang zijn dat je die verschillen van mensen aan kan stoppen. Wanneer jij echt voor je weg opkomt en dingen gaat entameren. Dank u wel. Dank u wel. En discipline, hè? Mijn vrouw zegt dat ze met passie gaan werken, we moeten de diepgang hebben en we moeten de passie eigenlijk wakker maken in alle Suriname en ze ondersteunt dat graag. Mooi, een applaus voor u, mevrouw. Oké, dan denk ik dat we aan het einde gekomen zijn van onze persconferentie. Ik dank u allen. Namens de diaspora-vrienden in Holland, namens mevrouw Van Dijk, Silos en ik, en namens de Coalition of Willing Persons die hier zijn. Ik bedank ook speciaal Afi voor zijn constructieve bijdrage. Waren we niet zo ver? En ik eindig met het volgende. Kunt u alsjeblieft uw aandacht? For the following, one of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors. And this is a quote from Plato. From Plato. And Plato. Yeah, precies. And this is a quote from Plato, a philosopher for Christus. And I said it al een keertje ook over Aristotle. En dit is Plato, en ik wil het nog een keer herhalen. One of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up by being governed by your inferiors. En dat is wat we nu ervaren, nietwaar? You've been governed by our inferiors. Dus we moeten gaan participeren mensen. Nogmaals, dank voor uw zijn hier. Mevrouw Van Dijk, wilt u nog het laatste woord? Ja, graag. Oké. Het is middag een zonnige is DTV in de zaal, dan kunnen ze zich klaarmaken. Want Colvin, Milton, Hickman, ga je alsjeblieft nog niet weg. Iedereen die in de Zoom zit en heeft geparticipeerd, heeft gekeken, heeft geluisterd naar ons. Dank u wel, dank u wel. We hebben het erg gewaardeerd en we zullen geweten dat er buiten onze groep en nog meer mensen waren. Die belangstelling hadden we die hele link verspreid naar meer mensen. En we stellen het zeer op prijs om Jacquara te zien. Ik zie Filia Krant. Pieter Wolf is van ons hoor. Yes. Pieter, yes. Ik zeg het, Jennifer Simons. Ik zie geen andere namen van hieruit. Yes. Je ziet dat Robert Elmond is een bekende naam. John Hawker. Ik zie dat Roos Enderman. En dat waren de mensen die ik echt wil bedanken. Marco is er niet bij, hè? Nee, Marco is al weg. We zagen Marco niet, maar ook even. Ja.
En hartelijk dank, hartelijk dank. Al deze mensen hebben, de meeste hebben contactnummer van me. Dus ik hoop echt wat te horen dat ze erbij komen. Ik, DTV, dus ik wil vragen aan Hikmat, Colvin, Milton, dat ze even blijven, want DTV gaat ons allemaal, ze zijn weg. Dus er is geen live interview meer. Aboem, dat gaat niet door, dat hoor ik net. Maar voor jullie journalisten die hier waren, een applaus. Dank u wel. Applaus voor de pers. Dan zijn we klaar. Dank u wel. Ik dank jullie allemaal. En een fijne dag verder.